Een lage drukgebied boven het oosten van Europa zorgt bij ons voor een noordelijke stroming. Zoals je net al zag, zaten er veel opklaringen boven de Noordzee. Dat betekent dat het vanavond en vannacht toch tamelijk helder gaat worden. Een heldere avond en nacht, en dat in de koude lucht bij niet al te veel wind. Dat zorgt er natuurlijk voor dat het flink gaat afkoelen. De temperaturen in het binnenland vanavond al rond het vriespunt. In, het, in de kustprovincie zitten er nog wat boven. En uiteindelijk vannacht minimaal landinwaarts tot min 3, lokaal misschien min 4 graden op een windluwe plaats. In de kustprovincies is het met een graad of 1 iets minder koud. Morgen dan zien we dus vooral s ochtends de zon en dan is het overal nog droog, maar in de loop van de dag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En uiteindelijk volgt in de middag en de avond ook af en toe wat lichte regen of motregen. In de nacht naar vrijdag kan die neerslag in het zuidoosten van het land, met name in de Limburgse heuvels, voor wat sneeuw zorgen. Maar uiteindelijk gaat de neerslag overal over in regen en de temperatuur komt vrijdag overdag al rond een graad of 8 uit. Ook in het weekend is het vaak bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen of motregen, en de temperatuur dan rond een graad of 7.